Hoi, leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Nu ik dit film, zit ik nu deze video te editen. Ik kon geen beginstukje vinden voor deze video waarin ik dus zeg van hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Dus hierbij, ja, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. En dan gaan we meteen door naar de video. Vandaag is het woensdag en ik ben vandaag met Feline. Ze is bij mij op stal en we hebben net eigenlijk al een video opgenomen voor Penny. En we gaan zo meteen een Doen, Durf of de Waarheid video opnemen. En op Instagram hebben jullie kunnen laten weten of kunnen achter kunnen laten wat wij moeten doen. Er is er één en staat hinnik het volkslied zonder te lachen. Nou, ik denk dat het laatste stukje eigenlijk nog wel het lastigst wordt, zonder te lachen. Dat denk ik wel. En drink uit de waterbak van onze paarden. Of ja, van Moos dan. Want... dat zou ik nog wel durven. Ja? Oh, nou dan is die voor jou geregeld. Oké. Okay. Achterstevoren op Moos galopperen. Dat gaat vast goed. Ja, nou. Durf ik niet. Ik heb ooit een keer iemand achterstevoren op zijn paard zien zitten. En die is toen zo hard van zijn paard afgevallen omdat het paard niet begreep. Ik dacht, ja, dat doe ik echt nooit. Nee. Wel handig. Jij doet gewoon even mijn hoofdstel aan. Ja, heel luxe. Je deed het ook gewoon uit jezelf. Ik hoefde het niet eens te vragen. Ja. Dit is hoe je Moos opzadelt. Ja. Oh, je kracht nodig. Ja, je merkt dat hij heel veel kracht in zijn hoofd heeft, ja, hè? Het ziet net echt alsof ik gewoon aan een blok steen loop te trekken. Ja. Zo. Is het nu weer goed? Ik wilde trouwens aan jou vragen welke cap jij op wilt. Want wij gaan met z'n tweeën op Moos zitten. En dat doe ik normaal gesproken nooit. Maar ik heb gelukkig wel gewoon twee caps. Want jij had jouw helm niet bij, hè? Nee. Lukt het nog? Nee. Welke wil je op? Wil je die met de glitters op? Ja. Of... ja, oké. Okay. Duidelijk. Paard opgezadeld. Moet ik Moos even overnemen? Even ja. Pas ik deze? Ja, hij heeft wel zo'n draaisysteem. Maar ik heb wel een heel groot hoofd. Ja, ik heb 1 maat kleiner. Het is maar goed dat jij die cap op doet. Want die heb ik nog het minst vaak opgehad. Dus die is wat frisser. Ja. Neem jij hem mee? Ja. Even kijken. Ik heb even... neem jij de camera mee? Ja, ik neem de camera wel mee. Kijk, het lijkt net alsof ik met Moos loop. Alleen is het Feline. Met mijn cap en dan ook met zo'n pennyjasje. Nou, wij gaan met z'n tweeën op Moos zitten. Moet ik eerst met hem een rondje stappen? Of, want jij wilde eigenlijk vroeg op, toch? Ja, maar mij niet. Maar degene die voorop gaat, die moet als eerste op. Ja, dat is waar. Ik wil ook wel een rondje stappen, hoor. Ja, voor mij mag het. Ja, dat is ook lekker. Ja. Ik heb hem echt al de hele tijd niet meer zo in de zaal opgegeven. Oké, ik hou aan jou. Jij gaat een stuk stappen? Of niet? Ja. Kom maar. Ik voel wel versneeuwd. Ja? Ik voel dat ik gewoon heel stuk weer naar voren zit. Goed zo, jongen. Hoe moet ik er nou af? Ja, ik denk, je moet je laten... daar zitten. Oké. Okay. Goed zo! Ja. Goed zo. Ja, nou, ga jij maar lekker rijden? Jij even de video afsluiten. Moet ik even, zou ik ook gewoon even zo de verder opleggen? Het is gelukt. Ik heb net ook in de Penny video ook al gezegd, we hebben letterlijk 1 rondje gestapt. En waarom ik het eigenlijk niet zo ben van met 2 mensen op een paard rijden is... nou, vooral met zadel. Want dan als je met een zadel rijdt en dan iemand komt achter het zadel te zitten, dan gaan ze op de lendelen zitten. Ja. Hoe zeg je dat? De lendelen. Jeetje! Dat. Zitten. En dat is juist de plek waar het zadel ook niet mag liggen. Dus dat betekent al dat daar geen gewicht echt op mag liggen. Dus dan zou je daar ook niet en op moeten zitten. En nu ben ik wel iets meer naar voren gaan zitten. Ja. Ja, dat is ook niet echt heel fijn om zo op die schop te gaan zitten. Maar hij was wel braaf. En we hebben natuurlijk wel een voordeel dat we allebei niet zo heel veel wegen. Nee, dus dat klopt. Dat, ja, moet hij op zich kunnen voor heel eventjes. Ja, we hebben 1 rondje gedaan en jij zei nog dat je verschil merkte, toch? Ja, ik merkte echt wel verschil. Ja? Wat merkte hij dan? Dat hij trager liep of zo? Ja, dat misschien, maar misschien komt het ook door ons, omdat wij niet echt durven hem door te laten lopen. Maar ik vond ook echt toen je ging zitten dat dit misschien ietsjes naar beneden ging of zo. Oh, ja, ik weet niet echt wat dat is, of dat ik gewoon... Dat verbeeld of zo. Verbeeld of zo. Nou ja, we hebben 1 rondje gestapt. En jongens, ik doe dit eigenlijk verder nooit eigenlijk. Nee. Dit is de eerste... Nee, dit is de 2e keer in mijn leven dat ik dit heb gedaan. En de andere keer was ik bij een halflinger. Ah, ja. Maar dat is ook al heel lang geleden. Wel 6 jaar geleden of zo. Ah, ja. Nou, ja. Moosje was braaf, hè. Dus, ja. Nou, ik heb Moos nog heel even een kleine beauty treatment gegeven. Dus ik heb zijn manen een beetje geknipt, maar het zit echt heel scheef. Dus dan ga ik morgen of overmorgen een beetje bijknippen. En zijn nageltjes zijn gelakt. En Feline die heeft toegekeken. Hoe vond je? Ja, mentale steun was je, dat was je. Ja. En nou Moos, mag je eindelijk naar stal, mag je lekker eten. En we zetten natuurlijk de traditie gewoon voort. Samen pizza eten. Het is vandaag donderdag en ik wilde eigenlijk dat deze weekvlog in het teken zou staan van Horse Agility. En dat ik allemaal obstakels zou gaan maken, want ik wil gewoon heel graag zelf van die Horse Agility obstakels. Ik zal hier allemaal in beeld laten komen wat ik dan bedoel. En ik ga er nu eentje zelf maken, tenminste dat is wel het plan. Ik ga langs de bouwmarkt en dan ga ik wat spullen halen. Dit is het obstakel wat ik vandaag wil gaan proberen te maken, of in ieder geval deze week. Ik moet maar even kijken of het vandaag gaat lukken. Maar ik ga zo meteen naar de bouwmarkt om hier de spullen voor te halen. En wat ik al heb zijn zwembadnoedels. En die liggen hier op de grond. Dat zijn deze dingen. Die kennen jullie misschien wel. Misschien dat je er zelf een keer mee hebt gezwommen of zo. En ik heb er hier nog veel meer van hoor. Maar deze liggen even hier omdat ik net allemaal heb gemeten en gekeken hoeveel hout ik dan nodig heb en zo. Nou, ik ben echt zo'n 3 uur bij de bouwmarkt geweest. Want er ging wat mis en ik had toen te veel hout. En het was berekend door iemand, door een medewerker daar. Nou, het is opgelost en ik ga nu met Moos bitloos rijden. Ja, deze week liep hij zo fijn dat ik dacht, nou ik ga kijken of we het zo ook kunnen. Dat ik gewoon hetzelfde terug kan krijgen, maar dan pitloos. Dus ik ben benieuwd. Jongens, er is iemand in de bak aan het rijden, dus ik kan denk ik niet filmen. Ja, dat vind ik een beetje onbeleefd. En Moos loopt achteruit. Moos, stop eens. Oké, we zijn nog klaar met rijden. Het was geen succes, maar we gaan nog een klein beetje vrijheidsdressuur doen. Ik hoop dat jullie... Ja, hier kan ik jullie wel neerzetten. Juist, netjes. Goed zo. Moos was echt heel sterk met het rijden en ook best wel voorwaarts. Hij heeft sowieso laatst zei dat hij best wel vooruit loopt. En dat hij opeens gewoon heel erg in tempo kan versnellen. En dan is hij moeilijk echt terug te krijgen. Ik moet gewoon heel erg gaan werken aan tempocontrole. Want als ik hem dan even weer terug heb, dan 2 passen later dan gaat hij weer verruimen. Of vooruit of weet ik veel, gaat hij sneller. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hij moet gewoon in tempo blijven die ik aangeef. En hij moet ook niet slomer gaan. Maar ja, dat is het probleem niet. Hij gaat gewoon net iets te snel. En ja, het is een fjord. Fjorden kunnen blijkbaar ook heel snel gaan. Nee, heel veel fjorden zijn gewoon lekker voorwaarts. Vooral Moos. Had ook een paar stukjes dat hij echt lekker ging ontspannen en briesen. En mooi zijn hals naar beneden deed. En waardoor hij zijn rugspieren goed ging gebruiken. En gewoon alles goed was. Het plaatje dat ik wilde. Maar dat was ook een beetje omdat hij dan naar poep wilde ruiken. En dan... Ja. Oké, ik ga naar huis toe. En ik ga jullie laten zien wat ik allemaal voor de Horse Agility obstakel heb gekocht. Ik heb het gisteren helemaal niet meer laten zien. Maar ik zal nu wat laten zien. Want ik ben gisteravond al een beetje bezig geweest met de Horse Agility obstakel. En hier zie je het al een beetje. Volgens mij had ik het gisteren ook al een beetje gefilmd met die waternoedels. Nou, dit is wat ik dan nu heb qua hout. Ik heb nog wel meer hoor. Maar ik begin met 1 hekje. En dit is al het hout voor 1 hekje. En hier ligt trouwens mijn katten. Echt heel lief. Billy zit even het hoofd van Beer te likken. Echt zo schattig. Of hij zit het meer op te eten. Zo lijkt het in ieder geval. Hij vindt oorsmeer van Beer altijd heel lekker. Ja, goedemorgen jongens. Maar ik heb hier dus al op de grond een beetje het hekje gemaakt. Ik heb gisteren ook al deze beugels gemaakt. Waar dan die waternoedels doorheen moeten. Heb ik ook afgetekend van hoe ver ik ze wil hebben. En ja, dit wordt dan het onderste gedeelte. Daar moet ik trouwens nog een paar van halen. Maar dat ligt gewoon allemaal in de garage. En dan heb ik 1 waternoedel hier liggen. Maar ik heb er nog een heleboel in de garage liggen. En er komen vandaag nog meer binnen. Nog zo'n 30. Dus ik kan nog wel even vooruit. Oh. Nou zeg, niet buiten. En ik zat dus te twijfelen of ik in deze vlog wilde laten zien hoe ik precies het obstakel maak. Of in een aparte video. Maar dan zat ik weer te denken, moet ik dan een video maken waarin ik 3 of 5 obstakels van Horse Agility bespreken ga maken? Of moet ik daar een aparte video van maken van alleen dit grote obstakel? Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar ik ga denk ik wel in de vlog, deze vlog... ja, half laten zien hoe ik het maak. Dan maak ik de ene helft alvast en dan de andere helft ga ik in een video maken. In een aparte video. En ja jongens, ik ben trouwens echt net wakker. Dus vandaar dat ik nog een beetje sloom ben. Zo voel ik me in ieder geval. Gisteren heeft mijn moeder kort uitgelegd hoe de boormachine werkt. Oh, dat moet eerst aan. Zo. Dus hier ga ik vandaag ook even mee oefenen. En ik heb ook vandaag een afspraak met een vriendin van mij om lekker bij te kletsen. En ik ga naar Moos, maar ik weet nog niet wat ik met hem ga doen. Want ik heb gisteren wel gereden. Dus misschien dat ik hem vandaag of een vrijdag geef of we gaan logeren of zo. Gemaakt. Dit moet ook nog wat beter bevestigd worden, maar ik kijk nu dus weer eerst of ik de hoogte van de onderste balk fijn vind. Mijn idee is hij wel iets groter dan het obstakel van Justine. Dat is natuurlijk mijn inspiratiebron eigenlijk, het obstakel van Justine die zij heeft gemaakt. Die probeer ik eigenlijk een beetje na te maken, zodat ik ook gewoon een heel mooi Horse Agility obstakel heb. Dan ga ik maar even verder en dan de andere kant ga ik misschien morgen, even denken, morgen is zaterdag, misschien zondag, dat ik daar nog wat van ga filmen. Hey Bill! Billy! Ik weet niet of jullie hem zien. Een beetje kijken hoor. Hey. Ja. Ja, precies. Ik film gewoon en dan kijken. Ja, go! Nu al lachen. Ik kan het niet. Ik dacht, daar neem ik dit gewoon even snel op. Dat wordt hem weer niet hoor. Oh, godverdamme, hij heeft die en heen. Oh, ik kon zeker wat ze net op zijn buik staan. Nou. Er is een stuk als waar. Ja. Oh, gadver. Hij heeft in de koe gestaan of zo. Dus hij had alleen maar koeienvlei te vinden. Hij heeft zeker die idee omdat hij nou net op het weiland staat. Ja. Ik film gewoon en dan ga ik gewoon even allemaal poses doen. Maar dan moet je wel hier staan. Ja. Moet ik er aankomen? Ja. Dan moet ik even inzoomen op je ruiterten. Moosje. Kijk eens wat ik voor je mee heb genomen. Je ziet het wel echt heel goed. Oké, nog een keer? Of ik doe dat ik Moos aai. Ja, en dan zo ook. En dan even zo, weet je, dat je zo krabt. Ja. Ik film gewoon door, je kan gewoon knippen. Hé hey, Moosje. Hey. Hey. Ah. Ik weet niet of dat je dat goed ziet. Oh, dat deed hij laatst ook bij mij. Dan krijg je hem echt niet meer terug, hè? Nee. Nee, die is vol. Oh, ja. Nou, misschien had je het al door. Ik ben vandaag met Nadine en zij helpt mij bij een video die eigenlijk pas in de winter online komt. Het heeft een beetje met zomer en winter te maken. En verder vertel ik er niet te veel over. Jullie zien het wel in de winter. En ja, ik heb een hele mooie ruitertan. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dan zijn je handen wit omdat je een handschoen aan hebt tijdens het rijden. En zo wordt dat niet bruin en dan zijn je armen wel heel bruin. Ja, het is heel grappig. Nou, Moos is klaar. Hij is er volgens mij een beetje klaar mee. Echt, zeg maar even... Ja, klaar mee. Dus hij heeft er helemaal geen zin meer in. Of hij had er geen zin meer in. Hij mag nu nog heel even op zijn weiland. Dan ga ik zijn spullen wegbrengen en dan nog hier een unboxing video met hem opnemen. En dan is hij klaar. Of dan ben ik klaar. Klaar! Misschien dat ik nog met hem ga rijden, maar dat weet ik eigenlijk niet. Of misschien dat ik hem ga logeren. Dat vind ik eigenlijk wel beter. Noortje! Hey! Hey! Met je mooie bolle buik. En die gaan we nog boller maken. Het is echt heel erg. Ik zeg het elke keer als ik bij je ben. Jij bent gewoon goed voorbereid voor... Oh, daar gaat je appel. Eeuw, nu zit er zand op, gadver. Zo, ik heb hem heel even schoongemaakt. Ja. Hé, je hebt eigenlijk al best wel dikke vacht, zie ik. Jeetje. Oh, wat fijn. Echt goed. was gisteren wel weer heel warm, maar het is wel heel goed voor jou. Oh, goed hoor, Noor. Je bent helemaal voorbereid voor de winter met je vetopslag. Oh, dus het loopt niet weg. Snap ik wel, sorry. Hé, lief Noortje. Oh, of niet zo lief Noortje. Die gaat hem verjagen, geloof ik. Ja. Ja, Noura is de baas, dus als zij bij het water wilt, jaagt ze de rest gewoon weg. Ja, praat over jou. Jouw staart is trouwens te lang, zag ik al. Ik zat hier te kijken. Ze gaat even drinken volgens mij, maar ik kan wel even de staart laten zien. Kijk maar. Oh, nu heeft ze hem een beetje omhoog. Noura, laat hem... Nou, net was hij iets te lang. Ik ga hem kijken of ik hem zo meteen kan bijknippen of ik doe dat over een paar weken. Hier, je kan het helemaal hier... Oh, ze stopt nou met drinken, maar ik wil het laten zien, want je komt helemaal hier zo naar binnen zien gaan. Oh, laat je het weer zien? Zie je dat? En ik was net ook hier aan het kijken, want ze was aan het eten. En dan voel je deze spieren, voel je dan ook helemaal bewegen. Dat is heel grappig. En je zag ook haar hart, slagader zo. Ik was even aan het genieten van Noortje. En ik kijk altijd naar haar pees als ik bij haar ben, want dit is dus haar verkeerde been. En hier is ze op getrapt, bijna 2 jaar geleden. Ik vind het er best goed uitzien. Er is nog wel een kleine verdikking hier. Maar ik vind het niet heel warm. Ik vind hier wel wat warm. Maar hier stond ze net ook mee in de zon. Dus ik weet niet of het daardoor kan komen. Maar ja, ik vind hier wat warm. Maar dit is dan de verdikking. Dus nou ja, ik heb al een afspraak gemaakt met de dierenarts. Dat ze komt kijken. En Noura moet trouwens ook weer naar de hoefsmid. Dus moet ik ook nog even een afspraak mee maken. En ja, verder zit ik hier gewoon een beetje met Noura te knuffelen. Van haar te genieten. Lekker kijken. Ik ga niet te veel filmen. Want ik wil gewoon even een momentje met haar nemen. Omdat ik al een tijdje niet meer bij haar ben geweest. Er gaat wel iets veranderen. Waardoor ik haar weer vaker, ja, iets vaker kan zien. Wat dat is kan ik nog niet vertellen. Je mag het wel raden in de reacties als je dat leuk vindt. En misschien dat ik binnenkort weer een hint geef of zo. Maar... ja, er gaat wel iets gebeuren waardoor ik haar gewoon iets vaker kan zien. Hé? Hey. Ja. Dit vindt een heel lekker kroelplekje. Oh, je moet even oppassen, want het komt paard naar voren. Ja, goed, netjes. Kom je naartoe? Juist, goed zo. Goed zo. Ik ben alweer even thuis en kijk, Billy zit gezellig bij mij. Goh, ik hou zoveel van hem. Lieve Bill. Ja. Oh, doei Bill. Dan niet. Ik dacht misschien is het leuk om met hem samen de video af te sluiten. Maar goed, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet ook niet te abonneren als je dat ook nog niet hebt gedaan. Ja, en dan tot de volgende keer. Doei!